In een van de vele verschillende maps worden 24 mensen gespand met allemaal als doel om het langst te overleven. Om dit te doen moet je spullen verzamelen die verstopt liggen over de hele map. Verzamel je gear, zoek je vijanden en blijf als laatste overeind. Dit zijn de Hunger Games. Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze aflevering van The Hunger Games. Je kent ons misschien nog niet, ik ben Poltus. En ik ben Loek, en zoals je misschien al hebt gezien, dan maken we gebruik van double screen, zodat je de point of view van mij kan kijken en ook die van Poltus. Oh, ik zie je daar! Ja, hij staat aan mijn overkant. Hoi! Yes, yes. Oh, nou zo werkt het dus ongeveer een beetje. Ja. Ik ben nu een beetje door. Dus we gaan gewoon span. Ja, goed idee. Ik ga boven. Oh, die gast lagt, jongen. Holy shit. Oké, okay, ik heb een item. Ik zag een gast. Mijn kant op, kom mijn kant op. Au! Wacht, rennen. Kijk niet om. Oh, lekker maar. Doe dat vaak. Ah, ik word. Kijk, ik heb een half hartje. Loek! Ja, ik word gevolgd. Ik probeer die te beschermen. Maar kom naar me toe, Oh, wacht, je wordt niet gevolgd. Je wordt nu niet gevolgd, dus kom nu terug. Oké. Intens. Ik heb een beetje armor. Ik kan mezelf niet beschermen. Oké, kom zodra je de gang in bent links naar buiten. Ja, ik zie je. Dan gaan we naar die die toren die eruit ziet als een... Als een hoed. Ja. Als een hoed. Ik dacht precies hetzelfde. Ja. Oké, blijf even... Oh, hier is iemand binnen. Gaat naar zijn armor? Nee, hij heeft niks. Pak jij maar, ik blijf wel op de... Nee, hoop ik. Je zet er gewoon daarna, hè? Ja, deze chest, doe dit. Oké, nou kom maar gewoon weer weg, want we zitten hier recht in de val. Ja. Okay. Oh, kist. Oh, GG. Wat heb je? Fuck die shit, ik heb een golden chestplate voor je. Oh, een golden chestplate. En alles wat ik had, hè? Shit. Kom, we gaan naar het karretje daar. Dit karretje ziet eruit alsof het een leuk karretje is. Ja. En er rent er iemand. Dus als ik eerder bij het karretje ben en ik heb een kist in het karretje. Die hij, komt eraan, hij heeft geen items. Heb ik gewoon nul, dus. Ik chase hem down en hem toch dood. Oeh, er rent het huis van Sandy. Pas op, nog iemand achter je. Oh, hij rent weer weg. Ja? Damn, ja. Ik schrok me kapot. Ik heb ook een houten zwaard nu. Oh. Oké. Kom op! Wat? Het is hard. Ja, stenen. Serieus? Ja. Oh. Ik had hem gewoon kunnen killen, maar... Heb jij nog iets voor mij dan? Nee. Okay. Nee! Kom maar, waar gaan wij heen? Terug naar het karretje? Heb je die al geloot? Ja. Maar dan gaan we gewoon... Via daar gaan we die kant op. Vind ik ook goed. Via de muur, kijk wat voor dingen er allemaal te vinden zijn. Moonbase 9 is map trouwens. Ja. En voor wie het nog niet door had, dit lijkt op een maanbasis. Ja. Logisch! Heb je wel eens een maanbase gezien? Ik bedoel nooit. Nee, maar die bestaan nog niet in het echt, hè? Wel. Er wonen toch mensen op de maan? Ja, Luke! Oké, het is goed. Leven is een leugen. Ja. Shit, man. Gewoon nog 8 mensen. Het gaat in één keer super snel. Wow. Waar gaan we heen? Ik volg jou gewoon. Ik vertrouw jou. Oké. Moet ik ook niet doen, maar... Ik heb niet heel veel eten namelijk. Ik ook niet. Heb jij wel wat eten of niet? Ik heb 1 meloen nog. Oh, ik heb nog 2 meloenen en 2 brouden. Hier, heb je een brood? Ik heb best wel eten, gast. Trouwens, voor de mensen die het nog afvroegen. Dit is inderdaad een server waar je bij de laatste 3 man... word je na een minuut naar de span geteleporteerd om een soort Final Deathmatch te houden. Dus dat is wel gaaf. Dat je niet eindelijk naar elkaar hebt te zoeken als je met de 2 bent of met de 3 bent. Dus dat is bijna eigenlijk. Nog maar 5 doden. Ja. Damn. Even zien, volgens mij is hier wat. Volgens mij is hier wat. Ja. Ja, dit is iets. Maar wat het is? Is hier links iets? Het is een krater. Oh, het is een meteor, dude. Een chest erin. Met dingen erin. Met een boot erin, yes. Een boot? Ja. Ik hoor je ritselen, Pontus, dus ben je aan het eten. Ik heb je al door. Ja, nothing. Ah, ja. Oké. Ik kwam helemaal op mijn kamer op, mijn huisgenootje. Oh. Oh! Wat al?
Oh, dat was op hetzelfde moment. Ik drukte op het knopje en toen werd ik gesponsord. Oh. Dat was ook gesponsord. Ja. Yes, ik kan nou een, maken. Ik zal even uitleggen wat dat betekent trouwens. Ja, doe dat maar. Als je gesponsord wordt, dat betekent dat iemand anders in het spel punten wil opofferen voor jullie. Nou ja, wij zijn natuurlijk allebei YouTubers. En de kans is dus tamelijk groot dat je subscribers tegenkomt die jou willen sponsoren. Dan doe je /sponsor. En dan kan je ze dus spullen geven die jou zelf punten kosten. Dat is dus net gebeurd. Iemand heeft ons iets gegeven. En hier liggen spullen op de grond. Hier liggen vet veel spullen op de grond. Sorry, ik word even afgeleid. Maar niet uit er rond is. Ja. Hey, ik heb trouwens wel heel graag een crafting bench nodig, want ik kan een iron zwaard maken. Hier, wat dacht je van deze? Oh, wat heb je even doen? Heb je nog een goud hoedje voor mij? Niet al je chunk geven. Nee, ik heb wel een... Nee, die hou ik lekker zelf, fuck jou. Yeah. Wat heb je? Een ding. Je hebt een ding? Ja. Oké. Okay. Ja. Yes. Logisch. Een hoedje. Oh, er loopt iemand. Zullen we hem pakken? Ik zag hem daar lopen bij die zetpil. Ik volg jou. Het lijkt op een zetpil. Een soort van. Pardon. Ik weet niet zo wat jij gebruikt thuis, maar dat ziet er wel uit als één huge ass zetpil. Ja, dat is een kleinere versie van. Oké, dit onderwerp gaat weer. Ik zie hem binnen. We hadden ons voorgenomen om deze aflevering iets minder random dingen te praten, maar het is nu al voor. Ja. Trouwens, daar loopt de gast die jij even moet ramboen, want jij hebt beter armor. Oh, hier links van, die links. Ik heb één keer gehit. Oh, liggen nou een diamond? Ja. Fuck, ik ben bijna dood. Je moet me even. Ga je ook. Sterker nog. Oh, er komt nog iemand aan. Ren. Oké, ik boek hem. Ja? Oké, jij rent voorop. Kan je even omkijken of die ons volgt? Nee, nog 3 tributes. Oftewel, we zijn de laatste. Oké. Hij volgt ons. Hij volgt ons! Oké, gewoon rennen. Oh, ik hoor pijlen. Ja, dat was ik. Oh, dat was jij? Probeer hem af te scaren. Oeh. Lukte niet. Slim. Hey, ik ga maar bovenop deze grote zee staan. Hier vindt hij me nooit. Nee. Oh, shit. Can't find me. Ja. Ah, shit. Heeft geen zin. Planfield. Nog 30 seconden, dude. Ik heb gezien om 30 seconden rondrennen. Ja, nou, oké. Waarom volgt hij mij? Waarom ik? Oké, ik ben bijna weer full. Nee, tuurlijk. Ik kreeg een melding dat ik... Ja, oké. Draai om, dan pakken we hem nog. Nee, pak hem niet, dude. Rennen, dit is deathmatch materiaal. Oké. Hij schiet jou. Bitch, schiet op jou. Oké, hij is niet eens in de buurt. Ja. Ik heb één pijl. Ik heb een con apple. Heb ik nog dingen? Hij gaat op mij. Bam, de zwakste! Look. Ik heb hem git. Oh, hij heeft de potion. Oké, pak hem. Ik heb hem. GG. Oh! Nee. Niet zo doen. Oké, we gaan gewoon vechten. Ja. Hier, wacht. Oké. Go. Ik moet nog even eten eigenlijk. Mag dat? Nee, je mag niet eten. Ik heb al gegeten namelijk. Niet doen. Jij hebt beter gear, Nick. Hoe hard heb je nog trouwens? Nog 2,5. Dus kunnen we heel even... Nee. Ik heb je 2 keer al goed geraakt. Doe niet zo. Wow, waarom ben ik scheef? Oké, never mind. Vriendje, laat me nou even lopen. Nee. Laat me nou heel even eten, man. Nee. Dit wordt echt een douchebag kill. Niemand vindt dit leuk om naar te kijken. Ik heb nog een half hartje. Beslis. Ga je zo doen? Eet maar. Nee, dude. Ik heb nog een half hartje, geef me even. Oké, hier. Ik geef je eten! Nee. Ik zeg geef me even. Ik heb voor de rest wel gewoon... Ik moet alleen heel even regenen. Niet volgen! Doe niet zo! Wat doe je nou ook? Oh, ik kan lachen als je dood ging, gewoon door vallen. Oh, fuck! Oh, een half hartje. Luke, doe nou even niet. Eet gewoon, ik doe toch niks. Ik had je lang kunnen doodmaken. Ik heb al gegeten. Oh, ik moet alleen even... Nee, dude, ik... Hey, dude, hey! Oké. Oh, dude, wat ben jij denk ik van Rambo geworden, dude? Je wordt licht me op. Nee! Pontus! Nee! No! Oké, dat was echt karma. Dat ik ging mij in één keer aanvallen, ik deed helemaal niks. Jij viel mij eerst aan, jij sloeg me. Maar goed, maakt niet uit jongens. Bedankt voor het kijken allemaal naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Als dat zo was, laat dan even een like achter. Dat is voor ons... doet dat een heleboel.
Vond je ons nou leuk, dan kan je ook op ons subscriben. Dat is @PontusGames voor mij. /PontusGames bedoel ik. En dat is /gamen met Downies for Luke. Ja, dus, that's it. Hopelijk tot de volgende keer. Hopelijk, ja, inderdaad. Doei. Doei. Doei.